Een schubkarpertje. Echt die open bek laat ook zien dat hij zuurstofgebrek heeft. Avocado onderzoekt al jaren wat er allemaal leeft en groeit in de Leidse grachten. Polderparkbewoner Rob van Rooyen vroeg er eens te kijken naar het leven in Park Kronenstein. Beiden denken nu dat de rivierkreeft alle waterplanten wegknipt, waardoor er zuurstoftekort ontstaat. Ik had de indruk, weet je, als er geen waterplanten zijn, dan is er ook geen zuurstof. En er zijn vooral grote vissen die veel zuurstof nodig hebben. Die kleinere vissen die kunnen we wat minder toe. Ik denk dat het, en dat blijkt ook wel uit net de bevinding van Aaf, dat die bek van die karper helemaal open staat. Dat ze door verstikking om het leven gekomen zijn. Er is natuurlijk altijd nog de mogelijkheid dat er toch nog iets anders aan de hand is. Dat kan je niet uitsluiten, maar dit is in ieder geval wat ik denk. Oh ja, die is XL. En die is aan het ovuleren volgens mij. Dus die is klaar voor de nieuwe leg deze herfst. In die sloten van het polderpark blijken behoorlijk veel Amerikaanse rivierkreeften te zitten. En wij denken dat deze rakkers de oorzaak zijn. Zij knippen alle waterplanten af die nog enigszins zuurstof kunnen produceren. En ik denk dat het een beetje de druppel was die de emmer deed overlopen. Dat er nu in 24 uur meer dan 25 dode karpers zijn gevonden. Maar het Hoogheemraadschap van Rijnland wil die conclusie niet zo snel trekken. Er wordt nog onderzoek gedaan, maar de experts van het waterschap denken eerder aan een karpervirus. De rivierkreeft komt eigenlijk overal in ons gebied voor. In behoorlijke aantallen ook. Dus ja, ik veronderstel dat ze hier ook in behoorlijke aantallen zitten. Maar niet per se verantwoordelijk voor de vissterfte? Zeker niet per se verantwoordelijk voor de vissterfte. En zeker niet op dit moment zonder een aantal andere dingen te hebben uitgezocht. U zegt het is te ingewikkeld om meteen een schuldige aan te wijzen. Ja. Ja, en dat is wel met heel veel dingen in het leven zo.